persoonlijk vind ik richting het dagcentrum. Niet goed, er gaan werken mensen daar, maar voor een bespreking. Hoe ze dat gaan verlopen met de scholen en allemaal. Dus dan gaan we even allemaal doen. Dus dan gaan we nu meteen rijden. Dat is zo, ik sta hier nu. Dat ga je niet zien, maar ik sta dan rustig verder binnen te gaan. Nu moet ik zeggen, dus ik ga zeg maar binnen. Zo wel weer gesproken, weer gedaan. En zo dan ook van wanneer we dan terugkomen en zo. Als het er een beetje laag wordt, dan heb ik ook de sleutel pakken. Daar heb ik gesproken, sleutel. Dus alles gewoon besproken en gedaan. En hoe het gaat zijn. Hoe het gaat. Zeg maar kan gaan waar ik ga door kan. Maar vooral hoe dat operatie, wanneer de operatie is. Hoe lang ik ga uitblijven op de operatie. Dat ook. Dus ik zei ook van ja, dat weet ik nog niet. Want dan weet ik nog niet hoe lang, zoiets gaat duren. Voor de operatie. Dat kan zijn dat ik een maand uit ben, dat kan zijn, maar niet. Hoe dat gaat verlopen met de vlogs, dat weet ik ook nog niet. Want ik zeg het, dat weet ik ook nog niet. Dat kan zijn met de vlogs. Dat je, ja, dat kan zijn dat je daar heel veel, van gaat genieten en zo. Maar dat kan ook zijn dat ik pijn heb. En dat ik dus niet kan vloggen. Er zijn daar werken aan de gang, zie ik. Dus moeten we langs de andere kant van huis gaan. Dus ik denk dat we zwaar naar huis kunnen gaan, want dat kunnen we niet door. Dus ik denk dat we langs de nieuwstad of zo gaan. Want daar in de verte zijn werken. Dus we gaan een kant even kijken hoe we naar huis kunnen gaan. Gaan is niets, maar ik bedoel mij. Met rijden en zo, want ik heb een beetje zo die richtingen allemaal openlaag. Dus gaan we dat bekijken. Maar we kunnen toch even kijken. Daar zijn allemaal werken aan de gang. Dus dat verhaal. We gaan masseren dan. Dus een beetje zoeken nu hoe dat je de straat of zo weer gaat nemen. Er zijn nog heel veel mensen die een Belgische vlag maar laten hangen. Dus dat is wel cool. Nu richting huiswaarts. Dus het is een beetje een wegomlegging misschien, maar we geraken er wel. Dat zijn de dingen die allemaal wel wat spreken. Zo, hoe de zorg er rond gaat en zo. En dat is normaal, want die mensen hadden ook in het begin uit werken. En uit werken is wat ik doe op school. Dus ik werk gewoon omdat ik dat ook wel aanvoel. Dat ik kan werken. Maar ik bedoel, is echt wel begeleid te werken. Helemaal rond. Het is een beetje zoeken hoe je hier werkt. Het komt weer helemaal worden. Ik vind dat we helemaal met de werken hier zijn. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb hier vroeger nog gereden hoor. We gaan via de grote baan rijden, denk ik. Zo. Wacht, ik ben steeds waar ik vroeger altijd naartoe ging. Oma. Thank you.
weg om naar hun. Ja, dat is toch warm. Dan gaan we er hier in. De andere licht uit. Je ziet het ook een beetje.